op dit moment in die arena in Philadelphia. Onze correspondent Michiel Vos. Hallo Michiel, jij was er gisteravond bij tijdens die speech. Maakte die ook zoveel indruk op jou daar in die zaal? Ja, enorm. Het dak ging eraf gisteren met Michelle Obama. Dat gaat het nu ook, maar om een andere reden. Maar Michelle Obama was heel mooi omdat ze geen politicus is. Ze was daar niet om een politiek standpunt naar buiten te dragen. Ze was daar niet om iets te vragen. Er stond ook geen politieke carrière op het spel. En dat was waarom ze zo, volgens veel waarnemers, zo effectief was. Ze stond daar als moeder, als bezorgde moeder, als vrouw, als succesvolle zwarte vrouw. Als moeder van twee succesvolle zwarte kinderen die opgroeien in een huis dat inderdaad door slaven is gebouwd. Dat hadden we wel eens eerder gehoord in een obscure historische speech. Maar nog nooit op een nationale conventie. Primetime, op tien uur, op alle netten. Dat was nog nooit vertoond. En ze bracht het heel mooi en ze zette zichzelf af als zeg maar stevige, maar wel zachte moeder op hetzelfde moment. Tegenover natuurlijk de nijdige en nare toon die je op rechts hoort door een meneer die denkt in karakters van 140 in plaats van echte sterkte, zoals zij zelf dat naar voren bracht gisteravond. Heeft deze speech ook echt iets veranderd voor Hillary? Want die werd toch als koud, afstandelijk gezien. Er was wat nodig, ook na alle schandaaltjes. Ja, ik denk dat dit goed is voor haar. Deze speech van Michelle Obama is een goede stap in de richting voor Hillary. Want wat Hillary inderdaad niet heeft, of te weinig heeft, is het gevoel bij de kiezers in de buik van yes, dit is de vrouw, ik voel het. Ja, er zijn sommige, althans, er is een minderheid oudere vrouwen die het meteen al voelt. Er zijn veel mensen die het denken op grond van haar ervaring, de breedte, de banen die ze heeft gehad. Dat werd net ook al heel terecht gezegd. Natuurlijk, we denken allemaal dat ze klaar zou zijn voor het presidentschap op dag 1. In tegenstelling tot Donald Trump, zo denken veel Amerikanen. Maar we voelen het niet. En dat voelden we wel bij Bernie, die op dit moment, overigens, heel ander verhaal, live wordt voorgedragen als presidentsgenomineerde van de Democratische Partij. We weten allemaal dat hij dat niet gaat worden. Maar daarom gaat nu ook weer even het dak eraf, want heel de zaal zit vol met Bernie. Dus dat is een mooi moment dat jullie daar live bij zijn. Er moet immers ook nog worden gestemd tijdens deze conventie. Het moet nog even Hillary worden. Dat is dus een formaliteit, maar het moet nog wel even gebeuren. En het gebeurt nu letterlijk. Oké. Dankjewel Michiel. We houden contact deze week weer.